Het ministerie van Financiën komt binnenkort met een automatiseringssysteem genaamd Standard Integrated Government Tax Administration System, SIGTAS. Minister Gilmer Hoefdraad van Financiën heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Canadese bedrijf Sugema op 22 november 2016 ondertekend. Deze samenwerking is aangegaan om de implementatie van SIGTAS naadloos te doen verlopen. Het ministerie van Financiën heeft niet alleen voor SIGTAS gekozen, omdat het door meerdere landen, inclusief in de regio, gebruikt wordt, maar omdat zij daardoor verzekerd is van een snelle en goede technische service. Door middel van dit systeem kunnen diverse aangiften, zoals inkomsten en belasting en omzetbelasting, die door de belastingplichten worden voldaan, efficiënter ingediend en afgehandeld worden. De toepassingen die dit systeem biedt zijn voor zowel de belastingplichtige en de overheid zeer voordelig. Met SIGTAS kan de belastingplichtige door middel van webbrowser digitaal communiceren en de administratie wordt digitaal gearchiveerd. De implementatie van het nieuwe systeem maakt een deel uit van de hervormingen van de staatsfinanciën die in augustus 2015 zijn aangevangen. Deze hervormingen zijn om van de Belastingdienst een overheidsapparaat te maken met een optimale dienstverlening en een zeer klantvriendelijke organisatie.